We zijn weer terug, dames en heren. Welkom vanuit de Amsterdam Arena. Mijn naam is Evert de Napel. Vandaag een krachtmeting tussen Nederland en Frankrijk. De sfeer is weer geweldig in de Amsterdam Arena, waar bijna alle 53.000 stoeltjes gevuld zijn. Ja, daar komen overigens nog 1000 zitplaatsen bij voor het Europees kampioenschap in 2020. Dan worden er in dit stadion 3 groepswedstrijden en een 8e finale gespeeld. Maar goed, dat is nog ver weg. Laten we ons concentreren op de wedstrijd van vandaag. Frankrijk is maar 1 keer wereldkampioen geworden in 1998 in eigen land. De grote man toen was Zidane, die 2 keer scoorde in de finale tegen Brazilië. En in 2006 haalden ze opnieuw de finale. Maar ja, toen verloren ze van Italië, geloof ik. Ja, klopt, Evert. En het was met de beroemde kopstoot van Zidane. Jammer dat dat toen zo liep. Wat een geweldige speler was dat. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. 4-3-3 vandaag. Wordt de wedstrijd op de vleugels gewonnen nu? Ja, je kunt de wedstrijd winnen over de zijkant. Als een buitenspeler zijn man goed voorbij komt, ja, dan kun je kansen creëren. Het uitspelende team gaat in deze opstelling van start. De trainer heeft zijn team als volgt samengesteld. 4-5-1. Hoe kijk je eigenlijk tegen dit systeem aan? Ja, je moet spelen naar de mogelijkheden die je hebt. En dit lijkt defensief, maar met de aanvallend ingestelde middenvelders en de opkomende backs kun je best veel gevaar stichten. Al moet ik eerlijk bekennen, bekijk ik het nu wel van de positieve kant. Memphis Depay, dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Doelpoging. Hoeveel millimeter zou dat gescheeld hebben? Komt daar de voorsprong aan? Je zou denken van wel. Wat een geweldige redding van de keeper. Strootman. Volop talent vandaag aan beide kanten. Arjen Robben wint de strijd daar met Antoine Griezmann. Wat staat ons vandaag te wachten, Jori? Nou, Arjen Robben is een genot om naar te kijken. Geweldig hoor. Weg met die bal, dacht de doelman, en slaat hem weg. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Matuidi. Sommige scheidsrechters zien het niet en fluiten voor een overtreding. Maar deze scheidsrechter heeft het spelletje door hoor. Vrije trap gegeven al vroeg in de wedstrijd. Is nog even zoeken naar de juiste flow. De scheidsrechter grijpt naar zijn borstzak. Die sliding was niet volgens de regels. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Jansen, wat kun je over deze speler zeggen, Jori? Hoe gaat hij het vandaag doen? Wat een complete speler is dit toch. Aanvallend heel erg goed, maar hij doet verdedigend ook zijn werk. Hij loopt keurig de buitenspelval in. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Hij moest het veld even verlaten vanwege die blessure. Maar deze speler geeft zich niet zomaar gewonnen hoor. Nee, even. Het is een keiharde. Die bal gaat ver naast. Zwak geschoten zeg. Memphis Depay.
Jansen. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Een opgelegde kans op een doelpunt en de voorsprong. Over de lijn, ingooi. Memphis Depay. Hij voorkomt gevaar. Mislukte inworp, wegbalbezit. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Ze zoeken telkens de vrije man zodat er ruimte ontstaat. Hij krijgt hem op de slot. Hij blokt de bal, de keeper hoeft er niet aan te komen. Hij raakt hem nog aan en dus krijgen we een hoekschop. Klaassen! Met het hoofd, maar de doelman zit er goed bij en voorkomt een doelpunt. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Wat gaat de scheidsrechter hier doen? Het is Robben. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Daar is het schot. Het is Robben. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Memphis Depay. Weggewerkt door de keeper, maar de aanval gaat door. Lekker combinatiespel. Payet. Welke Fransman gaat die vrije trap nemen? Djibril Sidibé. Strootman. Ze blijven in balbezit, dus de scheidsrechter grijpt. Ja, en wat nu? Blijft het bij een vrije trap? Hij krijgt een gele kaart. Het verbaast me niks even. Het zag eruit als een smerige overtreding. En ik denk dat scheids gelijk heeft. Strootman. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Strootman! De keeper heeft hem. Daar komt de voorzet. Goed verdedigd in het strafschopgebied. Giorgino Wijnaldum. Wordt dit wat? Ja, dat is uitstekend gedaan van de keeper. Hij heeft de bal klem vast. Antoine Griezmann. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Wie pikt hem op? Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Paas vindt zijn man. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. De aanval leek gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. Strootman. De bal gaat heen en weer. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Robben! Net naast. Daar komt een voorsprong aan, denk ik. De keeper redt. Prima ingegrepen. Payet. Eens kijken of de scheidsrechter een kaart trekt. Dat is geel. Wie weet levert dit een kans op.
en hij is de bal kwijt. Verdediging blokt. Jansen. Gaat hij het nu doen? Nou, hij gaat schieten. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Strootman. Deli Blind. Gaat hij voor een schot of probeert Klaassen? Goeie ingreep van de keeper. Dat is een hoekschop. Dat is een duidelijke strafschop. De doelman stopt de penalty. Wat gaat de scheidsrechter hier beslissen? Domme overtreding, rood en dus? Nee, daar zullen zijn medespelers niet blij mee zijn. Overtreding en hij heeft al geel. Nog een kaart en hij kan vertrekken. Het is aan de scheidsrechter. De scheidsrechter trekt geel en dat is zijn tweede, of niet? Ja, volgens mij is het dan rood, hè? Dan moet hij eraf. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Klaassen. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Hij heeft eerder al geel gegeven aan deze speler. Ik ben benieuwd of er weer een kaart komt. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Sliding, overtreding. Waar is hij toch mee bezig? Dat gaat maar tekeer. Als de scheidsrechter hem een gele kaart had gegeven in plaats van deze vrije trap, had hij mooi kunnen vertrekken. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Memphis Depay. Ja, moet je dat zien. Memphis Depay. En daar is de voorsprong. Ze zijn in de minderheid, maar ze geven nog niet op, getuigen deze goal. Inderdaad, ze laten zich niet kennen en slaan effectief toe. De goal vanuit een andere hoek. En het eerste doelpunt komt eindelijk op het scorebord. Dan moest ik wel een keertje in het goal vallen. Ja, maar toch zien we een leuke wedstrijd even. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Oh, dit kan een kans worden. Robben! Uit via de lat. De eerste helft is gespeeld. 1-0 is de stand. En maar eens kijken wat de tweede helft ons te bieden heeft. Van hem hebben we genoeg goede acties gezien in de eerste helft, Jury. Ja, heel goed, Evert. Het is een fantastische speler. Ja, en natuurlijk door die late goal van hem ziet de wedstrijd er nu totaal anders uit. Ja, wat een klap voor de tegenstander. Kom daar de voorzet. De bal rolt alweer, terwijl sommige fans nog een plaatsje zoeken in de Amsterdam Arena. Ja.
Hij komt nu op een afstand dat in de handen van de keeper. Memphis Depay. De keeper heeft hem. Die bal draait mooi naar binnen. Met zijn hoofd notabene. Daar hoefde hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Hij is geblesseerd en zou moeten worden gewisseld. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Als hij voor deze overtreding ook geel krijgt, dan kan hij vertrekken. Het wachten is op de beslissing van de scheidsrechter. Klaassen. Georgino Wijnaldum. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. De aanval leek gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. Die bal wordt onderschept. Komt hij er zonder kaart vanaf? De scheidsrechter grijpt naar zijn borstzak. Die slijding was niet volgens de regels. De scheidsrechter had geen keuze hier. Een doeltrap. Zonde van een veelbelovende aanval. Memphis Depay. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Ze nemen de tijd om een gaatje in de verdediging te zoeken. Uithalen zou ik zeggen. Zo raak je geblesseerd en zo scoor je nog bijna een doelpunt. Ja, misschien kwam het door die blessure, hè, dat die kans om zeep werd geholpen. Misschien moet de trainer wel gewoon ingrijpen. Ik denk dat de trainer er een nieuwe speler in gaat brengen. Hij wil waarschijnlijk iets anders gaan spelen. En dat gaat niet met de oorspronkelijke elf. Memphis Depay. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Memphis Depay! Die speler ontsnapt aan de verdediging en is zo dichtbij een geweldige goal. Tja, daar werden de verdedigers compleet in de luren gelegd. Hij is er door. Robben! Nou, daar baalt hij flink van. Dat ziet u ook wel. Samuel Umtiti. Antoine Griezmann. De bal rolt ongehinderd door. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Rick Karsdorp. Martins Indy. De scheidsrechter past de voordeelregel toe. En eens kijken hoe dat uit gaat pakken. Volgens mij is het een goede beslissing, Evert. En je krijgt dan toch dat de vaart in het spel behouden blijft. Welke Fransman gaat die vrije trap nemen? Laurent Koscielny, Antoine Griezmann. Geen probleem over de Zuidpost. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Memphis Depay. Hij zet de bal voor en hij probeert het met de kopbal. En die hangt. Ze zijn duidelijk de betere ploeg. Dat blijkt ook uit de stand. Dat is de tweede. Ze krijgen totaal geen grip op hem. Kan niet verder.
Een gedwongen wissel voor de trainer. Met die blessure maakt hij de wedstrijd niet echt vol. Antoine Griezmann. Goed verdedigend werk, maar wel een inworp voor de tegenpartij. Mandy. Daley Blind. Hij is in de 16, wat een kans. Memphis Depay. Georgino Wijnaldum. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Er staan nog 20 minuten op de klok. En er is gefloten. Vrije trap voor Frankrijk. Memphis Depay. Wie weet levert dit een kans op. Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Die speler schudt de verdedigers af en hij slaagt er bijna in om een schitterende actie af te ronden. Zonder dat hij er niet in gaat. Ja, de verdedigers worden er trouwens helemaal tureluurs van. Djibril Sidibé. Adrien Rabiot. Van Dijk. Technisch prachtig paasje. Het is Robben. Nog net iets meer dan een kwartier te gaan. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Wesley Sneijder. Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot. Die man heeft al geel en speelt nu toch wel met vuur. Weer een overtreding van hem. Ik ben benieuwd wat de scheids gaat doen. De supporters zijn blij met het spel van hun ploeg. Hoor ze eens juichen, Jury. Ja, die denken dat de buiten binnen is. Ik moet ook zeggen dat de ploeg uitstekend staat te voetballen. Nou, dat slaat over op het publiek. Memphis Depay. Georgino Wijnaldum. Mogelijk een goede kans hier. Daar komt hij. Gaat die bal erin? Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur. Wat is hem alweer kwijt? Die ging hard. Hij blokt de bal. De keeper hoeft er niet aan te komen. Ze loeren op een gaatje in de defensie. Maar nemen de tijd. Laurent Koscielny. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Oh, dit kan een kans worden. Memphis Depay. Oh, hij scoort. Een hat-trick en niet zomaar eentje. Stuk voor stuk in deeltjes. Is nog eens rendement, Jury. Zijn derde doelpunt en verdient ook nog. Ja, man van de wedstrijd, vind ik. Moet je dat publiek horen juichen? Er zijn ergere manieren om naar de kant te worden gehaald, Jury. Nou, dat kun je wel zeggen. Even. Ik vind dat deze speler dat ook wel verdiend heeft. Hij heeft echt een fantastische wedstrijd gespeeld. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Matuidi. Adrien Rabiot. De scheidsrechter geeft voordeel. Dost. Rick Karsdorp. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Daar is het schot.
Die keeper kan de nederlaag in ieder geval niet worden aangerekend. Die speelt gewoon een goede wedstrijd. Klopt, Evert. Helaas kan dat niet gezegd worden van de rest van het team. Die maken er een potje van. We krijgen nog een vrije trap, zo vlak voor het einde van de wedstrijd. Daar krijgt hij geel voor. De Franse trainer besluit tot een wissel. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. En het schot. Wat scheelt het? En eigenlijk moet elke bal er nu in. De teleurstelling druipt eraf bij het team. Iedereen dacht dat het een goal was. Moet je dat zien? Memphis Depay. De vierde official geeft aan dat we 5 minuten blessuretijd krijgen. Camero. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Payet. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Nou, wat gaat de scheidsrechter doen? Die speler heeft al geel. En nu weer een overtreding. Mag hij vertrekken of blijven de kaart op zak? De scheidsrechter geeft rood aan de verdediger die zo'n cruciale rol speelt in het plan van de trainer. Ja, dit is een zware klap voor het elftal. Dit los je niet 1, 2, 3 op. De doelman in actie. Ja, mooie duik en prima redding ook. Goeie ingreep, maar is nu schieten. De grensrechter steekt zijn vlag omhoog. Buitenspel, geen doelpunt dus. Einde wedstrijd bij een stand van 3-0. Nou, echt spannend kon je deze wedstrijd ook niet noemen. Ze zijn geen moment in gevaar geweest. Nee, het leek allemaal wel vanzelf te gaan vandaag. Nou, wat een geweldige wedstrijd van hem. Wat ging hem dat makkelijk af, zeg. Nou, hij maakte wel echt het verschil. Ja, en dat wordt beloond met de wedstrijdbal.